legendary treasure. On a faraway island, a mix of exotic treasure hunters and one terrible curse. Soraya, het is als altijd weer tijd voor een stukje Indie Spotlight. En ik vraag me af, welke game heb je vandaag meegenomen voor ons? Heerlijk. We hebben een hele week moeten wachten. Ja. En ik heb gewoon weer een Nederlands... Ik wil nog niet zeggen pareltje, maar wel iets van Nederlands bodem meegenomen. We zijn lekker lokaal de laatste tijd in dit item, heb ik het idee. Er zijn heel veel Nederlandse titels. Stiekem wel. Wat is het? Het is Marooners. Marooners? Van een Nederlandse studio. Klein Nederlands studio, want dat is immers wat we doen in Indie Spotlight. Het hoeft niet altijd Nederlands te zijn, maar het moet wel een klein studio zijn. Wat moet je ervan verwachten? Voor een leek. Ik weet er niks vanaf. Ik heb geen momentbeeld gezien. Ik hoor alleen van jou een Nederlandse studio en that's it. Wat is het? Marooners is een partygame en waardoor ik eigenlijk verliefd werd op de game is toen ik het zag. Dacht ik, oh, het is een hele felle, open, kiddie-achtige wereldgame. Okay. Dat zie je. De poppetjes, ja... Sorry hoor, ik ben een makkelijke vrouw. Ik zie leuke poppetjes, ik klik. Ja. Het zijn hele schattige kleine piraatjes bijvoorbeeld. En ze hebben dan iets groter hoofd dan een lichaampje. En dat is ook een caveman. Weet je dat? Ja, dan ben ik denk, oh leuk. Beetje chibi, heb ik dat goed? Is het chibi? Ja, maar dan wel, ik zou bijna zeggen chibi met een Hollandse vibe eroverheen. Oké, okay, dus het van Nederlandse anime, here we go. Ja, het is geboren hier bij Marooners. Ja, dus dat is hoe het eruit ziet. Oké, okay, en dan wat ga je dan doen in hoe het eruit ziet? Nou, ik moet eerst zeggen, de eerste paar rondjes wist ik ook niet wat ik aan het doen was. Echt nul. Het menu wordt niet uitgelegd wat het nou precies is. Alle games, en dan kom ik zo meteen natuurlijk wat het nou echt wel is. Ik had geen idee. Echt niet. Ik was ook met iemand anders aan het spelen. Ik denk, misschien ligt het aan mij. Weet je, grote kans. Maar ook diegene was van, wat is dit? En dat is echt gelijk al mijn eerste punt. Ik denk, wat de heck? Wat de heck? Maar... Het legt zichzelf niet uit? Nee, nul ook. Ook in het menu. Ik kan voor verschillende dingen. Het is dus online en offline. Oké. Okay. Dus dat is dan wel heel erg tof. Je hoeft niet per se vrienden in de buurt te hebben. Je kan ook lekker online dit tot nu toe mysterieus spelletje spelen. Mm-hmm. En daarna moet je ook nog een game mode kiezen. Waar je dus ook niet weet dat het verschil is. Zijn er overigens maar twee. Okay. Of die gecombineerd. Dus dat is niet heel lastig. Maar het is wel dat je denkt... Oké. Okay. Ja, nou en dan word je gewoon ergens ingegooid in een server. Waar het eigenlijk wel een beetje dood is wat betreft andere spelers. Mm-hmm. Dus je moet wel echt andere mensen hebben waarmee je al gaat spelen. Maar dat daar gelaten. En je wordt zo dat spel ingepleurd. En wat daar nou uiteindelijk de bedoeling is. Het zijn allemaal minigames. En die moet je eigenlijk zien te overleven. En dan het liefst overleven met de meeste muntjes halen. Ik voel een Mario Party vibe. Het is heerlijk Mario Party, is ja. Dat, ja, oké, okay. Mario Party, maar dan in een Nederlandse anime piratenstijl? Ja, eigenlijk wel. Goeie omschrijving. Ja, okay. U hoort het hier, tot volgende week. Nee, oké. Okay. Maar, dus het is een beetje onduidelijk. Maar zijn die party spelletjes dan uiteindelijk, als je een beetje leert hoe het werkt, is dat dan wel tof om te beleven? Ook weer een lastige. Want ik weet niet of het uiteindelijk inderdaad dat ik dan over de frustratie van de onduidelijkheid heen ging dat ik het grappig begon te vinden. Maar het is door deze chaos die dan niet lachwekkend is. Weet je, met een partygame is het altijd een beetje chaotisch. Ja. Lekker hysterisch. Lekker bier drinken en je maat uitschelden. Heerlijk. Nou, dat heeft deze game uiteindelijk, wanneer je het snapt, dus ook wel. De partygames zijn super kort. Het gaat echt het verlicht voorbij voor je door hebt. Het is ook niet als eentje is overleden dat je echt uitgebreid je potje bier kan drinken. Nee, ja, okay. Twee slokjes en we gaan naar het volgende. En daarin heb je natuurlijk ook verschillende soorten games. Niet heel veel, maar wel verschillende soorten. De leukste moet ik wel zeggen, want de rest is echt gewoon copy-paste van elke andere partygame hoor. Dat maakt echt niet uit. Geeft de controle door als de bom ontploft? Ja, nee, goed. Nee, maar dat was wel de leukste daar eigenlijk. Oh, dat is... Dus het standaard voorbeeld wat ik aan wil gaan halen perfect. Is... Nee, maar dat is echt degene waar ik dacht, oh, en dat is eigenlijk iedereen in mijn party die zei, joh, dit is echt eigenlijk de leukste allemaal. Want je bent aan je poppetje en heb je een soort artefact, die moet je vast hebben. En er komen muntjes uit. Nou, hartstikke leuk, maar... Tegelijkertijd moet je rondrennen, want de rest wil natuurlijk dat ding van je afjatten. Oh, ja. Tot die verandert in een bom. Ja. Dan moet en dan jij achter je hun juist... aan. Ja, dat is heerlijk. En als je dan bent overleden, weet je, dat kan gebeuren. Maar dan kom je nog wel even terug.
dan ben je een geest en dan kan je de andere mensen gaan schoppen en slaan. Oké. Okay. Oh, dat dus is, de afterlife zit er ook in verwerkt. Dus het is niet zo dat je je verveelt als je al gewoon af bent, dan zit je nog steeds in het spel. Oké, maar dat hebben meerdere spellen, neem ik aan. Meerdere van die minigames minigames hebben dat eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Oh, dat vind ik ook wel mooi, want dat haakt natuurlijk ook weer in op dat piratenlegende dingetje natuurlijk. Dat je zoiets hebt van, als een legendarische piraat sterft, dan kan hij terugkomen als geest. Vliegende Hollander, daar heb je nog een keer in Nederland. Maar, dat is Mad Money van Nederland natuurlijk. Ja. Allemaal cultuureigendom. Maar oké, waarop speel je dit? Want het klinkt een beetje alsof het early access is. Zo klinkt het, zo voelt het, maar dat is het niet. Oké, dus het is helemaal uit. Hoeveel kost het en hoe lang ben je ermee bezig? Oké, hij is eigenlijk al in 2016 uitgekomen voor Steam. Mm-hmm. Maar ik vind eigenlijk PC is niet echt voor zulke partygames. Ja, minder. Deze is nu op de PlayStation en Xbox. Okay. Weet je, kan je lekker op de bank zitten tijdens een feestje, even het ijs breken. Ik voel een Switch release aankomen. Daar weet ik nog niks van, maar het zou wel typisch zijn. Het zou, Dat is meer de partyconsole nu, weet je wel. Die kun je ook meenemen naar een hip feest op een dak in San Francisco, zoals de reclame zo mooi. Altijd, precies. WC, even. Ja, precies, inderdaad. Goed, dan zou je zeggen dat inderdaad wel kan. Maar zoals het klinkt voor mij, heb ik een beetje het idee dat ze een soort van in het streamerpotentieel proberen te spelen. Is het zo'n spel waarvan je duidelijk merkt van, ze willen eigenlijk dat dit de nieuwe partygame op Twitch wordt of zo? Nee, niet per definitie. Ik vind hem ook heel lastig te plaatsen. Want ergens ziet er dus heel schattig uit. Waardoor je denkt, dit is ook leuk voor de niet-gamers. Inderdaad, als je een feestje hebt, dat is ook leuk voor de meisjes. Van, kijk, het is schattig. Je dus, je moeder, je zusje, je oma, weet je, dat genre. Maar daardoor is er te weinig uitleg in het spel. Geen uitleg in het spel. Het gaat iets te snel. En zelfs voor mij was het vaak onduidelijk waar mijn poepje zich nou begaf in het veld. Oké. Dus het is allemaal net iets te snel, waardoor je dan wel weer verwacht, dit is meer voor de echte gamer. Ja. Maar het genre is niet echt, weet je, partygame, natuurlijk dat spelen we wel, maar het is niet dat je denkt, ik ben een gamer, want ik speel partygames. Ja, en als je een of andere hardcore partygamer bent, dan neem ik aan dat je vast blijft houden aan Mario Party, gezien dat een bewezen formule is al zo'n 20 jaar. Dus dan het is een beetje apart dat ze in dat genre gaan proberen te zwemmen. Haha, piraten. maar dat vind ik wel een beetje apart dat ze dat daar doen, want dat is al... Je zou bijna kunnen zeggen oververzadigd met één titel in dat genre. Ja, en dat is, vind ik, het is een leuk spelletje. Zo zou ik het eigenlijk, dus, weet je, ik zou het ook absoluut niemand aanraden om het te kopen. Wat heel negatief is, maar zo is het niet bedoeld, maar het is meer dat ik denk, dit moet je even halen voor een spel, voor een feestje. Ja, of Steam sale materiaal of zo. Ja. Dat is het. Dus, want op Steam is die een tientje. Ja. Ook. Ja, oké, maar dan kun je gewoon weten dat bij de eerstvolgende summer sale waarschijnlijk dat hij dan 50% eraf gaat. En dan is het wel misschien iets als je zegt van, ik heb zaterdag een feestje wat eraan komt. Ja, absoluut. Dan zeg ik, haal hem lekker binnen. Ja. Inderdaad, als je iedereen iets nieuws wil laten doen, dat je niet, weet je, weer Mario Party, dat. Maar dat je net even iets nieuws, even iets leuks, dat kan dan. Ter voorbereiding op Sea of Thieves. Of tijdens je Pirates of the Caribbean marathon. Of je Michiel de Ruiter kijksessie. Kijk, maar dan moet je wel allemaal als piraat spelen, want dat is wel leuk. Je hebt allemaal verschillende soorten poppetjes. Oké, ik dacht dat het echt alleen maar piraten was. Maar Marooners klinkt ook als een beetje piraat gerelateerd. Sorry, ik zit helemaal in het foute genre. Nee, maar dat is eigenlijk wel het hoofdpoppetje. Dat is een piraat, maar je daarnaast, en je verzamelt ook punten, en weer level omhoog krijg je weer een nieuw poppetje. En dat vind ik wel leuk. Daar zit je replay value. Ja, maar dan nog niet. Het is gewoon, ik wil het zo graag leuk vinden. Heb je dat nooit dat je spel ziet? Ik wil dit leuk vinden. Ja, ik ken dat. Dat je het heel erg, je gunt het spel heel erg een succesje, maar je hebt zelf zoiets van, maar het is geen succesje voor mij. Nee, en dat is het ook echt. Ik gun het ze zo. En het is ook echt, ik denk, als iemand het heeft en ik ben op het feest, dan ga ik het ook echt spelen. Maar ik zou nou niet tegen mijn vrienden zeggen, jongens, weet je, vrijdagavond allemaal live, want dan gaan we Marooners spelen. Nee. Kon naar mij, we doen een potje bier, we gaan een beetje Mario Kart. En Marooners ook. Ja, dat is het denk ik ook vooral. Dus als je een partygamer bent, dan is het een beetje het is nog steeds een beetje een twijfelgevalletje. Ja. Maar als je een keer in de sale is of zo, dan is Marooners misschien wel leuk om op te pakken naast je standaard Mario Party en Mario Kart. Ja, voor de afwisseling, Marooners. Ja. Nou ja, daar heb je het. Bedankt voor het kijken naar deze Indie Spotlight. Bedankt Soraya voor het meenemen van wederom Hollandse glorie. Zij het dan een beetje gematigd. Iets anders. Maar goed, dat was het voor deze week. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe indie titel. En laat vooral weten wat jij ervan vindt van Marooners. Hoe vind jij het eruit zien? Zou je het willen kopen? Gaan we het samen spelen? Als je bier brengt, ik neem het wel mee. Feestje met Tom. Doeg!
Kom allemaal langs, vrijdagavond, dit is mijn adres, ik zet het in de beschrijving. Nee. Project X. Ja, Project X Gamers net, ik ben voor.